in deze video we het hebben over de top 3 oorzaken van brand in huis. Um, woningbranden komen gelukkig niet zo vaak voor, maar ja, goed, elke woningbrand is er toch één te veel. En de reden eigenlijk dat ik deze video heb gemaakt is omdat er slechts drie oorzaken zijn die verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van de woningbranden. Drie oorzaken, ruim 90% van de woningbranden. Dus daar valt heel veel te winnen. En eh, ik hoop dat na het zien van deze video je thuis of maatregelen kunt nemen. Of in ieder geval je gedrag een klein beetje kunt aanpassen. Zodat je nou, met een beetje geluk nooit een woningbrand hoeft mee te maken. Nou, om te beginnen bij de wasdroger. Um, ja, zoals je ziet op de afbeeldingen, wasdrogers die kunnen ook in brand vliegen. Um, komt stiekem nog best vaak voor dat dat een oorzaak uh, van brand is? En daarom staat hier ook: he, maak de wasdroger periodiek goed schoon. Stofresten die achterblijven na een droogbeurt die kunnen brand veroorzaken. Want dat wordt heet, dat gaat schroeien en op de duur vliegt dat in brand met alle gevolgen van dien. Kies als je een droger aan gaat schaffen of je gaat er een vervangen, kies dan voor een warmtepompdroger. Een warmtepompdroger die werkt anders dan een condensdroger. Uh, met een warmtepomp heeft ook niet meer zo'n spiraalbuis naar buiten nodig. Dat blijft allemaal in het apparaat zelf. En die warmtepompdroger die haalt iets lagere temperaturen dan een condensdroger en is dus ook inherent brandveiliger. Daar komt ook nog eens bij dat een warmtepompdroger uh, veel minder vermogen uit het stroomnet haalt. Zeg. Tussen de 700 en 800 watt. Eh, terwijl een condensdroger makkelijk eh, 2000 tot eh, 2,5 kilowatt aan vermogen uit de stopcontact trekt. Nou, dat is op zich ook alweer een brandgevaar, wat je daarmee wegspeelt. En gebruik nooit verlengsnoeren bij eh, eh, dat soort witgoedapparatuur. Het staat niet voor niks in de handleiding. Geen verlengsnoer gebruiken, geen stekkerdozen gebruiken. Mocht het nou nodig zijn, uh, vanwege bijvoorbeeld de afstand tot een stokcontact, dat daar toch een verlengsnoer tussen gelegd wordt. Kies er dan een die geschikt is voor een stroom van 16 ampère. En dat staat gelijk aan 3680 watt. Zoals je hier op de afbeelding ook ziet. Hè, dat is ooit een stekkerbalk geweest met daarin een, 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 een snoer. Een drieaderige kabel, dat kun je zien, maar de hele mantel is weggebrand. Ja, dit is een foto van de brandweer en dan zie je al meteen wat de oorzaak is, is geweest. Het vervelende is alleen dat je heel moeilijk het verschil tussen een goede en een slechte stekkerdoos kunt zien. Ik heb er hier twee naast elkaar staan. Uh, identieke, als je bij die rechtse die aan- en uitknop eventjes wegdenkt, dan zijn het gewoon identieke. Alle twee hebben ze drie stopcontacten. Alleen als je heel goed kijkt, dan zie je hier aan de linkse kant dat hier staat max 2300 watt. Max 2300 watt. Terwijl hier staat max 3680 watt. Dat wil dus zeggen dat deze linkse stekkerdoos, deze linkse stekkerdoos, geschikt is voor 10 ampère aan uh, stroomvragers. Terwijl de rechtse geschikt is voor 16 ampère. En dat heeft weer als oorzaak dat hier in deze kabel een drieadrige kabel zit. 3 uh, keer 1 mm2. Terwijl hier, en hier staat het ook, 3 keer 1,5 mm2 zit. <tieks> Een dikkere kabel kan meer vermogen verplaatsen en dat zie je hierin terug. Om het nog een klein beetje gecompliceerd te maken, staat er hier in het stopcontact wel 16 ampère. Zie je? Maar dat heeft puur en alleen uh, te maken met de uh, stekkeraansluitingen aan zich. Terwijl die 2300 watt, die 10 ampère die hier vermeld staat, gaat over de aderdikte in de snoer. En zo zie je maar weer dat twee ogenschijnlijk identieke stekkerdozen toch een andere eigenschap hebben. Uh, je zou zeggen, waarom worden er überhaupt 10 ampère uh, stekkerdozen verkocht? En waarom is niet alles standaard 16 ampère? Dat heeft gewoon te maken met prijs. Uh, ja, De 10 ampère heeft dunnere aders in de, in de snoer zitten, dus is die wat goedkoper te maken. Overigens, het prijsverschil tussen deze linkse en rechtse stekkerdozen is letterlijk 1 euro. 1 euro prijsverschil. Nou, als je dan in gedachten houdt dat er met die linkse een significant groter geva gevaar is op, uh, op brand, is dat een hele slechte besparing van 1 euro. Ik snap eigenlijk ook niet dat die linkse stekkerdozen nog verkocht mogen worden. Uh, eigenlijk moet je gewoon altijd kabels van minstens 16 ampère gebruiken, dan zit je altijd safe. Maar let daar dus goed op. Dan het tweede item, USB-laders. Ja, hier staat het: hè? een screenshot van een video of van YouTube, Exploding Wall Charger from China. Dit komt echt heel vaak voor. Uh, zeker bij de, uh, bij de echte goedkope troep van uh, AliExpress en eBay. Ja, dan, dat, dat zijn zo'n gevaarlijke dingen. En, en in dit geval blijft het bij een kleine explosie zonder echte gevolgen. Maar voor hetzelfde geld brandt daar heel juist door af. Wat tips? Laat nooit een oplader ongebruikt in het stopcontact achter. Vroeger, toen we nog die grote zware bloktransformatoren hadden die je in het stopcontact moest steken, deden we dat omdat die blokken warm werden. Hè? Dus dat had sluipverbruik, dat kostte gewoon stroom. Tegenwoordig uh, is het niet meer zozeer vanwege de stroombesparing, maar gewoon vanuit de veiligheid. Uh, het komt elk jaar weer voor dat zo'n zo 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 oplader die in het stopcontact is blijven zitten. S nachts, uh, dat die gewoon ontploft of in brand vliegt. Dus doe dat nooit. Laat ze nooit in het stopcontact achter. Nou, de oorzaken van brand of explosies. Deze opladers kunnen letterlijk exploderen. Uh, zijn meestal goedkope of verkeerde componenten die in de oplader zitten. Dus eigenlijk gewoon. Het design van binnen van die oplader, die deugt eigenlijk al niet. Er is te veel focus gelegd op het goedkoop produceren van zo'n oplader uh, in plaats van op de kwaliteit. Nou, wat ook een heel veel voorkomend probleem is bij goedkope opladers, is dat uh, de 230 volt en de 5 volt spoortjes, uh, oftewel de primaire en de secundaire kant van een, uh, van een, op, uh, van een uh, oplader, dat die op de printplaat veel te dicht naast elkaar liggen. Je ziet het hier op het plaatje, hè? dit spoortje hier. Dit spoortje, daar staat 230 volt op. Terwijl dit stuk hier, deze, die U-vorm, is 5 volt. Daar zit letterlijk 1 mm speling tussen. Misschien zelfs er niet. Misschien is het wel 0,7. Ik durf het niet te zeggen. Veel te dicht naast elkaar liggen die. Daar hoeft maar één stofdeeltje of één druppeltje condens op te komen. En die oplader die slaat door. En dat wil zeggen dat er dan letterlijk 230 volt op je telefoon staat. Nou, die is sowieso kapot. Daar staan nog tot daaraan aan toe. Maar voor hetzelfde geld heb je die telefoon op dat moment in je hand. Of nog erger. En ja, mensen doen dit. Die hebben de telefoon aan de oplader zitten terwijl ze in bad zitten. Echt, er zijn al mensen mee geëlectrocuteerd. Die het niet na kunnen vertellen. Dus let daar goed op. Ja dit, alhoewel, ja, dit kun je natuurlijk niet zien aan de buitenkant. Maar dit soort goedkope uh, uh, opladers, levensgevaarlijke dingen zijn het. Wel een goede USB-lader hoeft helemaal niet duur te zijn. Hier bijvoorbeeld op de afbeelding. De Ikea Copla kost 7 euro. Heeft drie USB-A aansluitingen. En heeft een totaal een gezamenlijk vermogen, kan je wegzetten, van 3,4 ampère. Uh, is een heel goed design. Hij is dus niet duur, maar hij is ook vooral heel goed opgezet. Ik heb er zelf even eentje opengemaakt. Uh, nou ja, hoeveel speling tussen primair aan deze kant en secundair aan deze kant. Hoeveel speling wil je hebben? Dit is bijna een volle centimeter. Nou, dit is dus een heel veilig design. Goede componenten, goed opgebouwd. Ja, en dat is gewoon wat je wil. Helaas is het voor de consument vrij lastig aan de buitenkant te zien uh, of een uh, oplader goed in elkaar zit of dat het echt gewoon ja, rommel is. Soms kun je daar online wel wat over vinden. Eigenlijk moet je gewoon uh, online even controleren wat de kwaliteit uh, van de opladers is. Nou is dat bij Chinese import vaak heel lastig. Eigenlijk moet je gewoon dit soort opladers sowieso niet uit een uh, uh, onbetrouwbare uh, bron kopen. Een Nederlandse winkel die zoiets verkoopt, die, die heeft daar al meer last van als zo'n uh, ontwerp niet duidelijk zou zijn, dan een of andere anonieme Chinese webshop die het onder de streep echt helemaal niet boeit als die dingen in brand vliegen. Dus uh, tot zover de USB opladers. En dan punt drie: de meterkast. Brand in de meterkast. Nou, je ziet het hier op de afbeelding. Uh, komt ook nog voor, volgens mij is er zelfs recent, nog een hele kerk afgebrand. Ook ontstaan in de meterkast. <coughs> komt toch voor? Eigenlijk wat ze ook aangaven in dat nieuwsartikel. waar dat over die brand in die kerk ging. zeiden ze vervang. Oude meterkasten. Deze voldoen vaak niet meer aan de NEN 1010 eisen. Daar zitten bijvoorbeeld nog 0,5 ampère aardlekschakelaars in. 500 mA aardlekschakelaars. Uit de tijd dat er nog onderscheid werd gemaakt tussen natte en droge groepen in, uh, in huis. Dat mag echt al sinds de tweede helft van de jaren 80 niet meer. Volgens mij begin jaren 90 is dat al verboden geworden. Smeltpatronen zitten daar nog in. Dat zijn deze. Hè? Hier Die schroef, uh, schroefpatronen waar echt nog een, uh, een, uh, een, uh, een keramieke stop in zit. Ja, dat is echt allemaal oude troep. Als je dit echt nog in je huis hebt, ja, leg gewoon eventjes een paar honderd euro neer en laat een elektricien dat kastje even vervangen voor een moderne equivalent met automaten erin. Je zou zeggen dat is weggegooid geld, want ik heb er geen last van. Maar echt dit soort dingen moet je gewoon goed op orde hebben in een woning, of in een bedrijfspand of in een kerk. Gebruik de meterkast niet als opslag. Bij hoeveel mensen is het niet zo dat daar schoenen Inpak papier, uh, uh, de inpakpapier, de, 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 de bezem, ik weet niet wat ze allemaal in die meterkast zetten. Want ja, daar is ruimte, dat past, de deur kan dicht. Maar ja, besef wel, daar is die meterkast helemaal niet voor bedoeld. Hè? Je moet nagaan, zeker als er veel stroomvraag in de woning is, kan zo'n meterkast een beetje warmte genereren. Dan moet dat natuurlijk ook wel weg kunnen. Als er in diezelfde ruimte ook nog een gasmeter hangt, dan is het zelfs wettelijk verplicht dat de meterkast geventileerd is. Met ventilatieopeningetjes bovenin bijvoorbeeld. Maar zorg dat daar in die meterkast geen spullen staan die daar niet horen te staan. Dus een, uh, hoe heet het? een uh, zaklamp, ja, dat is prima, die heb je daar ook nodig als de stroom een keer uitvalt. Maar wat ik al zeg, schoenen en inpakpapier, zet het er niet neer. Als er een keer hitte of uh, vonken optreden in zo'n meterkast, dan zal dat spullen wel eens voor kunnen zorgen dat de brand daadwerkelijk ontstaat. Test jaarlijks de aardlekschakelaars. Dit doet helemaal niemand. <laughs> en toch is het eigenlijk wel nodig. De, alle fabrikanten van aardlekschakelaars zeggen dat je ze twee maal jaarlijks moet testen. Nou, dat doet al helemaal niemand. Maar als jij ze gewoon één keertje per jaar test, nou, dan loop je al ver vooruit op het merendeel van uh, de Nederlandse huishoudens. Nou, hoe doe je dat? Nou, Ik heb hier een plaatje van een aardlekschakelaar. Dit eentje van ABB in dit geval. En daar zit een knopje op, hier ziet het. En dat knopje dat heet test. Nou, het idee is dat wanneer je op dit knopje drukt, moet deze knop uitgaan. Die moet naar beneden slaan. Uh, want je gaat met dit knopje namelijk eigenlijk een soort van nep-aardlek creëren. Dus als je op dat knopje drukt, poef, dan moet die knop omgaan. Ja, dan valt er in een deel van het huis de stroom uit. Dus doe dat wel op een, op een geschikt moment. Maar dan weet je, hé, als er een aardlek optreedt, dan gaat deze knop netjes uit zoals het hoort. Mocht je nou op die testknop drukken. En die knop die blijft gewoon omhoog staan en er gebeurt helemaal niks, ja dan heb je toch te maken met een defecte aardlekschakelaar. En een defecte aardlekschakelaar is net zo nuttig als helemaal geen aardlekschakelaar. Dus dat is echt een groot risico. Er hoeft dan in huis maar ergens een apparaat kapot te gaan, waarbij dan bijvoorbeeld spanning op de buitenkant van het apparaat komt te staan. En dan hoef je dat maar aan te raken en je hebt, je hebt stroom te pakken die dan ook niet wordt onderbroken, hè? Want normaal, als jij stroom krijgt ergens en jij maakt dus eigenlijk sluiting tegen aarde, dan slaat de aardlekschakelaar om euh, binnen, wat is het, 20, 30 milliseconden of zo, misschien zelfs nog wel korter, om te zorgen dat jij niet geëlektrocuteerd wordt. Maar ja, als die schakelaar niet naar beneden komt, ja, op een gegeven moment, dan komt er gewoon rook uit je oren. Hè? En dat in het ergste geval vertel je het ook niet meer na. Dus elk jaar een keer op dat knopje drukken, kijken, schakelt die nog uit? Met name, en dit is dan toevallig een aardlekschakelaar, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor. Uh, de, de, hoe heet het? De, de automaten, dus eigenlijk de vervangers van de stoppen. Hè? De stop, dit gaat eruit bij een aardlek uh, in, in de woning, terwijl een stop die knalt eruit op het moment dat er een kortsluiting plaatsvindt. Uh, dus dat er ergens uh, een, uh, een fase en een nul naar elkaar, uh, uh, aan elkaar liggen of zoiets. Dat er hele grote stromen gaan lopen. Dan knalt die om. Nou is er een tijd geweest, want ja, ik zeg net wel dat die vroeger die, schroef, die schroefpatronen, hè, die keramische stoppen. En nou hebben we tegenwoordig van die automaten met zo'n flipknop op, wat je hier ook ziet. Maar er heeft nog heel kort iets tussen gezeten. En dat waren namelijk die, uh, uh, dat waren automaten, maar die kon je gewoon in een bestaande meterkast schroeven. Dat waren van die, die waren net zo groot als een, als een schroef, uh, schroefsmeldpatroon. kon je gewoon erin schroeven. En daar zat dan een knopje in het midden op. En als dan uh, de, de, hoe heet het? Als de. Er ergens in huis kortsluiting optrad dan schoot die knop naar buiten, dan werd dus de kring verbroken en dan kon je dat knopje weer indrukken en dan had je de verbinding weer hersteld dus dat was eigenlijk een stop die je niet hoefde te vervangen die blijken echt verschrikkelijk slecht van kwaliteit te zijn geweest, dus als die, uh, die, die het merendeel van die dingen die nou nog in een meter kan zitten doen helemaal niks meer die, dus als er een kortsluiting optreedt, die, die, die pin die komt niet naar buiten, dat knopje komt niet naar buiten. Die dingen zijn levensgevaarlijk. Mocht jij ergens komen, bij jezelf thuis, op de sportvereniging, op een bedrijf of waar je ook bent en je ziet die dingen in de meterkast zitten, dus zo'n schroefpatroon met zo'n knopje in het midden, echt, maak er meteen melding van. Want dat, die dingen die zijn levensgevaarlijk, die moet je echt meteen vervangen, desnoods. Draaien weer gewoon ouderwetse smeltpatronen in. Dat is altijd nog veiliger. Want die doen het sowieso altijd. Want dat is inherent met zo'n dun draadje dat smelt gewoon. Maar als je die dingen ooit ziet, echt meteen vervangen. Levensgevaarlijk zijn die. Die zijn gelukkig niet zo heel lang populair geweest. En ja, hier staat het al. Ik had het al een beetje genoemd. Voorkom. Prutswerk. Laat een erkende elektricien de meterkast aanpassen of uitbreiden. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, eens. Hey, uh, ik weet ook wel hoe dat, dat werkt. En uh, als er een groepje bij gemaakt moet worden, of als ik een deurbel moet plaatsen, dan kan dat allemaal wel. Ja, de kleine dingetjes die kun je op zichzelf ook wel doen. Maar als jij bijvoorbeeld echt een hele onderverdeler bij moet maken, of je moet echt een, een grote uitbreiding aan je meterkast doen, denk bijvoorbeeld aan een oplaadpunt voor een elektrische auto. Laat dat altijd door een erkende elektricien doen. Je zou kunnen zeggen van ja, hey, dat kan ik zelf ook prima. Kijk eens hier, hè, de oplaadpunt werkt als een zonnetje. En stel, stel dat er toch brand uitbreekt in jouw woning en die brand die vindt zijn oorzaak in de meterkast en jij moet de verzekeraar vertellen uh, van ja, ik heb geen uh, factuur van de elektricien die die meterkast gemaakt heeft, want uh, ja, dat heb ik zeg maar zelf gedaan. Ja, dan ga je in een hele, hele vervelende discussie met de verzekeraar tegemoet. En in het ergste geval zegt de verzekeraar van ja, dag, dat prutswerk werkt voor jou. Daar gaan, niet, daar gaan wij niet vergoeden. En loop je in het risico dat je dus met een afgebrand huis zit, waarbij de verzekeraar weigert uit te komen. De, de maltje naar laten kijken. Je weet hoe het gaat. Let daar dus goed op. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van ja, technisch werkt het wel. Ja, maar als het misgaat en je hebt een huis verzekerd, let even op de voorwaarden van de verzekeraar. Wordt vaak vergeten. En dan zou je kunnen zeggen, ja ho, maar de, de top drie, dat waren ze, maar wat dan uh, kaarsen, hè? Uh, brandhaard, of wat denk je van zonnepanelen, komt ook vaak in het nieuws uh, dat daar brand bij uitbreekt, en misschien nog wel andere onderwerpen. Nou, het bijzondere is dat zaken waarvan mensen verwachten dat ze brand kunnen veroorzaken, dat in de praktijk het minder vaak doen, simpelweg omdat men zich bewust is van het brandgevaar. Kijk, een kaars, daar weet iedereen van. Oeh, uh, daar moet je mee uitkijken. Nee, je moet niet in slaap vallen als de kaars brandt, je moet hem niet te dicht bij de gordijnen zetten. Uh, zorg dat het stabiele ondergrond is, dat ze niet om kunnen vallen. Bla die bla die Iedereen is zich daarvan bewust. En het rare is dat daarom met kaarsen er echt vrij weinig ongelukken gebeuren. We zijn gelukkig gestopt met het in de kerstboom hangen van kaarsjes. Zoals ze dat vroeger wel eens deden. Daar zijn we gelukkig mee gestopt. Maar met kaars, daar gebeurt zelden iets mee. Zonnepanelen ook, hè? Die worden door installateurs worden die geplaatst. Die stekkers, dus waar ze in elkaar zitten, dat zijn vaak de punten waar vlambogen en dus brand kunnen optreden. Dat weten mensen, dus houden ze daar rekening mee. Dus dit gaat, dat gaat in de praktijk eigenlijk zelden fout. De gevaarlijkste brandharden zijn degenen waarbij het brandrisico onbekend is bij de mensen. En dat is ook eigenlijk de reden dat ik dit filmpje maak. Let eens op die top 3. Dat, dat komt heel vaak voor en mensen zijn zich niet bewust van het brandrisico daarbij. En dan, nog even, tot slot een tip van mij. Op elke verdieping in huis moet minstens één brandmelder hangen. Minstens één, dus het mogen er meerdere zijn. En vroeger hadden die brandmelders altijd zo'n 9-volt blokbatterij erin zitten. Hè? Je kunt ze trouwens nog steeds kopen met zo'n blokbatterij erin. Maar je hebt ook brandmelders met een lithiumbatterij en die gaan wel 5 tot 10 jaar mee. Dan zou je zeggen van ja, hè, wat maakt dat nou uit? Hè? Die met een 9 volt batterij die zijn goedkoper en ja, je hoeft maar één keer in het jaar, één keer in de anderhalf jaar die batterij te vervangen. Ja, dat is wel zo. Maar echt als ik al zie hoe vaak ik een brandmelder ben tegengekomen met een lege batterij erin, ja, dat komt echt vaak voor. En dan moet je nagaan, geldt zelfs als met die, uh, die uh, aardlekschakelaar. <laughs> een brandmelder met een uh, lege batterij is net zo nuttig als geen brandmelder. Dus zorg dat dat goed in orde is. En dat gaat heel vaak fout. Dat zie je bijvoorbeeld zie je dat ook bij noodverlichting. In bedrijven of in restaurants hebben ze altijd van die... Je kent ze wel, die groene bordjes hangen. Hè? Van hier zit de nooduitgang. Dan zitten vaak lampjes in. Hele kleine lampjes. Moet je eens opletten. Een groen lampje en een rood lampje. Als dat rode lampje namelijk gaat branden of gaat knipperen... dan wil dat zeggen dat de interne noodstroomaccu... die in zo'n uh, uh, bordje zit... dat die kapot is of versleten is. Echt, ik... Zo vaak dat ik dat al tegen ben gekomen, dat er een noodverlichting hangt met zo'n rood knipperend lampje. Dat wil dus zeggen, dat als er brand uitbreekt en de stroom valt uit, dan gaat dat bordje dus uit. En dat is net zo nuttig als dat er geen bordje hangt. Dus ook hier geldt weer, mocht je ergens zo'n ding zien hangen met een rood knipperend lampje, maak er even melding van, want dan moet daar de accu van vervangen worden. Allemaal kleine dingetjes, dat als je dat weet, dan kun je daar echt een voorsprong op behalen. En zorg je er met een beetje geluk voor, dat je een brand nooit mee hoeft te maken.